In 2009 startte het project Echt Overijssel, waarbij een duurzame samenwerking tussen de agrariërs en de natuurbeheerders moest leiden tot een positieve ontwikkeling op het gebied van de biodiversiteit en de regionale landbouw, met daarin speciale aandacht voor kringlopen en de markt. Het is heel mooi dat boeren die niet om 5 uur de deur dicht doen, wat natuurbeheerders wel doen, dat die in hun eigen omgeving ook ingezet worden om natuur en landschap te beheren en te onderhouden. Het project Echt Overijssel wil weer terug naar de basis, waarbij de agrariër zoveel mogelijk natuur en landschap kan beheren en daarvoor ook een vergoeding krijgt en ook een belegde boterham, want uiteindelijk moet het ondernemerschap wel een plek krijgen. De kracht van het project Echt Overijssel is dat de samenwerking tussen de boer en de natuurbeheerder voor beide partijen voordelen heeft. Samenwerken met boeren is voor ons heel belangrijk, omdat wij zijn deskundig als het gaat om natuurbeheer. Maar boeren zijn heel deskundig op het gebied van boeren en grondbewerking. Zij hebben daar de machines voor, maar ze hebben ook heel veel kennis over wanneer moet je nou precies zaaien, wanneer moet je ploegen, wanneer moet je in de onkruidbestrijding, hoe zit het met het weer. Nou, dat kunnen ze gewoon beter dan wij. Ik vind het leuk. Het is een uitdaging. De graanteelt is niet alleen puur gericht op maximaal opbrengst, maar ook op biodiversiteit. En in samenwerking met Natuurmenten is het voor hun verdediger en voor mij ook. In de zomer er zit een soort eindeloze vlakte, wuivend graan, blauw van de korenbloemen, wit van de kamillen. Landschappelijk prachtig. En nu is het ook prachtig, maar nu is het kaal, glad, wit van de sneeuw. En het is wel, wat je ziet wat hier gebeurd is, het is heel glad. Want direct na de oogst van het graan heeft hier onkruidbestrijding plaatsgevonden. Maar het is wel een beetje jammer, want als je hiernaast kijkt, dan zie je, hier heeft die onkruidbestrijding niet plaatsgevonden. Hier ligt de akker nog in de stoppel, zoals dat heet. Het is alleen maar geoogst, verder niks. En wat er dan gebeurt is, er blijft een klein beetje graankorrel achter. Maar allerlei akkerkruiden die bloeien, die kunnen dan ook zaad vormen. En dat zaad is bron van voedsel voor die wintervogels waar ik het over had. Maar bijvoorbeeld ook voor muizen. En die muizen zijn weer voedsel voor roofvogels, voor vossen. Dus dat is een soort tafeltje dekje in de winter. En het is maar een heel klein verschil tussen wat een boer standaard zou doen of hoe het ook net anders kan. Maar het kleine verschil maakt voor de natuur heel veel verschil. Het mooie van dit project is eigenlijk dat je eigenlijk samenwerkt met de natuurbeheerder en eigenlijk van elkaar leert. En het is eigenlijk nooit af. Je komt erachter dat dat heel breed is, die biodiversiteit. Het uiteindelijke doel dat is dat er op de grond van natuurmonumenten natuur is, maar ook mooi graan als gevolg van de deskundigheid van de boeren. En andersom de wisselwerking dat er op de grond van de boeren niet alleen graan staat, maar ook steeds meer ruimte is en benut wordt door de natuur. We zijn betrokken geraakt bij projecten over Echt Overijssel doordat we grond van natuurmonumenten hadden. En daar teelden we granen. En dat paste eigenlijk goed bij hun project. Van dat de boer een beetje natuurbeheerder werd en de natuurbeheerder een beetje aan de boeren dacht. Daardoor kwam die samenwerking. Voorheen kocht ik krachtvoer bij de mengvoerfabriek en dan was dat gewoon een aankoopkosten voor mij. En nu teel ik het zelf, ik heb nu een gesloten bedrijf. Dus ik heb mijn eigen ruwvoer, eigen krachtvoer voor de koeien. En dat is iets wat ik eigenlijk altijd al graag wilde hebben. We hebben hier een biologisch bedrijf, een rundveebedrijf. Een bedrijf met brandrode runderen. Je kunt ze houden voor melk en voor vlees. Ik hou ze voor uiteindelijk voor vleesproductie en natuurbegrazing. Maar vlees is het eindproduct.
Ze lopen vooral tijdens het weideseizoen lopen ze vooral op natuurgraslanden, die koeien van ons. Onder andere gronden langs de IJssel bij Deventer. Die koeien die zorgen door hun graasgedrag, leveren ze een belangrijke bijdrage aan biodiversiteit. Dus ze zorgen ervoor dat er meer verschillende soorten plantjes en ook dieren in die gebieden tot ontwikkeling kunnen komen. Naast de biodiversiteit en regionale landbouw heeft het project Echt Overijssel ons nog meer te bieden. Als bewoner, als recreant van in deze omgeving kun je natuurlijk genieten van die prachtige akkers. Genieten van de zang van de vogels. Maar waar we ook op dit landgoed eerder heel druk mee zijn als natuurmonumenten, is dat je dat ook kunt beleven door 's avonds een stukje vlees te eten of een broodje te eten, een glasje melk te drinken of een biertje, geproduceerd hier. Genieten overdag van het mooie landschap en 's avonds aan tafel daar nog een keer van genieten. Voor deze producten hebben we natuurlijk een afzetmarkt. En die gaan op de eerste plaats naar de bakker toe, naar de biobakker in Ahoos. En die vent het weer uit over Nederland. En het andere deel gaat naar de varkens toe. Dat wordt vermalen en dan gaat het varkensvoer. En dan groeien de varkens weer van. Echt Overijssel heeft mij geholpen om dat verhaal rondom die houderij van die brandrode runderen en die positieve invloed op biodiversiteit, op natuur, om dat ook een rol te geven in de afzet van mijn producten. Nou, jullie hebben een mooi landschap, een divers landschap en we maken een heel lekker ding van onze eigen melk. Kom eens kijken. Kijk, dit is ons kleine winkeltje. Daar is ons ijsverkoop. En daar hebben we nog een bier. We hebben een klein bierbrouwerijtje erbij. En dat is hier ook te koop. Als je graan teelt, dan heb je stro. En je hebt koren. En dat stro wordt dan gebruikt. In de varkenshouderij, zo zie je in de groep, daar liggen ze te slapen. En dit is een potstal. Wat er overblijft, dat is mest. En de mest die gaat weer naar het land. En deze varkens die krijgen biggen. En die biggen, daar worden vleesvarkens. En een stel van die biggen die hebben van de zomer gelopen in de bossen van natuurmonumenten. En die varkens die hebben we verkocht aan het restaurant. Ja, door de manier waarop wij ze houden, groeien ze langzaam. En ze eten heel gevarieerd. Niet alleen maar gras, maar ook heel veel kruiden die tussen de grassen groeien. Ja, dat proef je gewoon terug in het vlees uiteindelijk. Nou, zoals je straks hebt gezien, liggen die varkens heerlijk in stro en die biggen die zijn naar de bos gegaan. En hier zijn we in het restaurant De Boskamp. En daar hebben ze de heerlijke balkenbrei in de pan liggen. En dat is nou het ultieme Echt Overijssel gevoel in harmonie met de natuur. Dat is het. Van boer tot bord. Kijk, dit is de brouwerij. Dat is mijn broer Harry, dat is de bierbrouwer. Ja, Heiko. 20 gram, gist mooi. Wie gaat we nu hem roeken? Zwaar bier, wintertrots. Oh, dat ruikt heel lekker. Nou, dan gaan we de buurt niet proeven. Dat doen we. We zitten nu in 2013 en dat betekent dat in dit jaar het project ook wordt afgerond. En we gaan er ook vanuit dat Echt Overijssel ook uitstraling heeft naar andere delen van Overijssel en naar Nederland. Om ondernemerschap van boeren te koppelen aan natuurproducten, landschapsproducten en de toeristische sector. En dat betekent verbreding, versterking van het ondernemerschap. Maar daarbij ook dat duurzaamheidsdoelen, natuur- en landschapsdoelen gekoppeld worden aan economische doelen. En dat is een goede, groene toekomst voor Overijssel. Kijk, Harry, wij zorgen voor de natuur en de natuur zorgt voor ons. Nou, proost. Dat is nou echt Overijssel. Proost.